We zijn bij het tuchthuis. Vandaag wordt het eerst open. Ja, de opening. Wat is het tuchthuis? Nou, het tuchthuis is natuurlijk de plek waar Goeie Mie heeft gezeten. Goeie Mie Gin, dat kent natuurlijk iedereen in Leiden en ook buiten Leiden wel inmiddels. En in het tuchthuis gaan we een pop-up maken waar je proeverijen en distillery eigen gin en de experience center is dat van Goeie Mie geworden. En wat betekent dat dan? Dat ik als bedrijf of vriendengroep jullie kan bellen? Ja, voor bedrijfsuitjes werken we ook samen met Rondvaart. Dus dan ga je lekker eerst proeven en daarna door de grachten varen met een gin tonic. Wie wil dat natuurlijk niet? En je kunt je ook gewoon inschrijven met één of twee personen voor een experience. Want die worden elke week een paar keer gegeven, vooral in het weekend. Ik zag net op de bar al allerlei ingrediënten. Je hebt aardig je best gedaan om het glas te vullen, geloof ik, hè? Ja, wat zit er allemaal in? Ik heb nu geen gin tonic, maar een gin met rose lemonade gemaakt. Ook een lekkere combinatie. Maar dat zijn allemaal dingen waar je alles over leert als je bij onze experience boekt. Dit is de huiskamer van Goeie Mie, hè? Zullen we even om het hoekje gluren zo? Ja, dus de arsenicumpot van Goeie Mie zie je staan. En de kopjes van de vermoorde zusjes Johanna en Catharina Aben. Maar het is ook wel ietsje chiquer. Dus een beetje de gifmengster, maar dan anno 2021. En je huist in bij Hotel Nieuw Minerva? Nieuw Minerva natuurlijk, ja. Tot? Tot eind december, dus we zitten nu een half jaar pop-up. Voor het theehuis in Leiden-Noord opende wethouder Yvonne van Delft zaterdag met één druk op de knop Festival Het Andere Theater. Na de opening nam Van Delft plaats in theaterinstallatie White Noise. Verschillende pompen bliezen enkele duizenden piepschuime balletjes rond in een afgesloten ruimte. Theatermaker Tamar Blom stond bij de installatie om uitleg te geven. Dit is een beeldende installatie, sensorische installatie, waar je als toeschouwer zelf naar binnen kunt. Want we zijn eigenlijk heel erg bezig geweest om iets te maken waarbij je als toeschouwer niet kijkt, niet alleen toeschouwt, eigenlijk de mens dichter bij die ervaring brengen door hem zelf eigenlijk in zekere zin in mijn rol te zetten van de performer. En deze installatie die is begonnen bij een filosoof, Byung-Chul Han, een Duits-Koreaans filosoof, die het heeft over eigenlijk onze wereld die steeds drukker wordt, waarin steeds meer impulsen op ons afkomen en dat het heel ingewikkeld is voor ons om daarmee te dealen. Dat we proberen weg te vluchten. Dat er een steeds grotere transparantie nodig is. We moeten alles weten, alles zien. In plaats van weg te gaan, een soort van ingaan, doorheen gaan. En op die manier een andere manier vinden om daarmee te dealen, mee om te kunnen gaan. Ja. Wethouder van Delft genoot van haar unieke ervaring. Het is net als zwemmen in een hele woeste zee zonder nat te worden. Ja, dat is leuk. En zeker op deze dag waarop we symbolisch weer de mondkapjes in de wil gehangen, kan dit in de tuin van Noord. Waarbij de gebruik is gemaakt van een heleboel wijkbewoners die verteld hebben wat hun bezighoudt, wat ze dwars zit, wat ze leuk vinden. En daar zijn dit soort installaties uitgekomen. Wij hebben een kwartiermaker, Sterre de Vries. Sterre kwam op een gegeven moment naar ons toe en ze hadden allemaal fantastische verhalen. Maar ook één verhaal waar ze heel erg mee in haar knoop zat, dat er bepaalde mensen ook echt een beetje tegenover elkaar stonden. Verschillende achtergronden, begrepen elkaar niet goed. En toen had ik over deze installatie gehoord en wat er dan gebeurt. Dus dat je heel veel ruis hebt, maar ook dat je door een soort van zachtheid aan het zwemmen bent. En toen dacht ik, nou, dat is echt zo'n typisch iets dat je zonder woorden iets aan de wijk kan geven. Namelijk zeggen, het is oké dat het soms gewoon botst. Maar wij willen jullie ook die zachtheid meegeven. Ondanks het regenachtige weer konden toch veel buurtbewoners het openluchttheaterfestival waarderen. Ik vind buiten is meer gezelliger. Ja, gezelliger. Dat is meer leuker dan binnen, denk ik. Dat is, binnen is een beetje, vind ik, saai, maar het is gezellig. Vorig jaar begon op mijn 23ste. Voor het eerst, echt, ik had volle zin in. Ik wou er echt voor gaan. Dit was mijn doel, mijn droom. En het is gewoon in één keer van zo hoog, zo laag gaan dat ik gewoon geen zin meer in heb. Gewoon kapot, mentaal kapot ben. Echt mentaal kapot. Kapster Kawin Bawari neemt vlak voor de coronacrisis Kapsalon Promise aan de Breestraat over, waar ze voor de overname ook al werkte.
Maar in november merkt ze dat de vorige eigenaar, 200 meter verderop, een nieuwe zaak is begonnen onder de naam Promise 1. Het ging gewoon hartstikke goed in het begin, totdat ik dicht moest en dit ineens aan moest zien. Maar er werd afgesproken, de naam blijft Promise de naam bij blijft de overname. Over. Daar heb ik voor betaald. De eigenaar van Promise 1 wil niks kwijt over de zaak. Voor Kawin is de ruzie over de naam een zware last. Het heeft me echt kapot gemaakt. Dat ik denk van, ik heb iets overgenomen. Ook nog eens die klap met corona. Dat is gewoon echt, ja, daar kunnen wij niks aan doen. Het was overmacht, maar... En dan deze klap erbij heeft het echt heel moeilijk voor mij gemaakt. Want door de verwarring bij de klanten over de naam loopt Kawin veel inkomsten mis. Ik zit met een lege zak. Mijn klanten, helft van mijn klanten zijn eigenlijk weg. Die nu blijkbaar daar zitten nu. Met het idee van, oh, we zijn verhuisd. Je hebt het al heel moeilijk door corona. Wat doet dit dan nou met je? Maakt me heel erg... het doet me heel veel. Het doet me echt heel veel. De pannakooi die de gemeente Zoeterwoude naast Bredeschool het avontuur plaatste is niet lang gebruikt. Al binnen 2 jaar kwamen er noodlokalen en haalde wethouder Ruud Bouter de kooi weer weg. Ja, precies. Toen moest hij weg. En tot teleurstelling van een heleboel mensen en vooral de kinderen. Het was natuurlijk hartstikke handig dat hij vlakbij de school was. Dus ze konden de school gaan, de kinderen ook in de pauze konden daar lekker de bal tegen het hek aan trappen. Toen verdween hij. We hebben vervolgens een onderzoek gedaan waar zou die dan terug kunnen keren. Daar, bij de hondsdreef, daar zou die eventueel kunnen komen. Dat kwam uit een enquête. Maar vervolgens heeft de school toch aangegeven dat ze graag de kooi weer in de buurt van de school zouden willen hebben. En dat had consequenties voor de fietsenstalling, die moest wat opgeschoven worden. Maar daar gaat die nu weer komen, tot het moment dat de hekken gestolen waren. Die hadden we namelijk tijdelijk opgeslagen in de Oksel. Dat is een plekje daar vlak bij de afrit naar Zoeterwoude. En ja, dat was een hele vervelende situatie. Nou, in ieder geval is het zo, we hebben bestelling gedaan voor nieuwe hekken. Dat is inmiddels voor elkaar. En we verwachten toch dat vandaag of nou, laten we zeggen morgen of overmorgen, binnen een paar dagen, dat hij weer staat naast de school. Vanaf volgende week kan er dus weer gevoetbald worden naast de school. Maar Bouter heeft meer voetbalnieuws. Ook de voetbalkooi, die tot 2018 naast de Corbulo school lag, komt weer terug. Ja, dat was een grote voetbalkooi. En inderdaad, vanwege de bouw van huizen moest die verdwijnen. Dat is inmiddels al een tijdje geleden geweest. Maar die kooi die komt weer terug bij Bloemenvelden. Dat is tegenover Emmaus. Die wordt zelfs nog iets groter met grote doelen. En dat gaat ergens begin van het nieuwe jaar Q1, zal ik maar zeggen, plaatsvinden. Dus die komt terug. De sportwethouder begrijpt wel dat er ook in een groene gemeente als Zoeterwoude behoefte is aan een voetbalkooi. Het zit hem ook vooral in het feit dat er een kooi is. Je kan die bal lekker tegen zo'n hek aantrappen, die vliegt niet alle kanten op. En je kan op een kleine oppervlakte toch heel leuk met elkaar voetballen. Er zitten ook kleine doeltjes in. En het is ook een hele kunst om tussen de benen door van iemand die bal in het kleine doeltje te schieten. Maar op de een of andere manier is een kooi heel erg geliefd. Meer dan een open voetbalveld. We hebben hier natuurlijk naast het molenpad ook een heel mooi voetbalveld. Er wordt goed onderhouden, 2 doelen. Het is vrij groot, maar er wordt maar heel relatief weinig gebruik van gemaakt. Dat is eigenlijk wel jammer. Maar ik denk dat dat een beetje te maken heeft met die hekken eromheen, wat men heel prettig vindt. En het is natuurlijk ook dichterbij. Je hoeft niet helemaal hier naar, nou ja, helemaal, een stukje af te leggen naar het molenpad. Twitter denkt dat ik een vrouw ben. Na een persoonlijke ervaring besloten docenten aan de rechtenfaculteit en informatica aan de Universiteit Leiden om hun krachten te bundelen. Eduard Vos Villaronga en Tessa Verhoef maken in het robotlab van de universiteit plannen om de algoritme die veel websites en apps gebruiken om het geslacht van hun gebruikers te bepalen te verbeteren. In eerder onderzoek hier in Leiden vonden wij dat dit soort algoritmen het geslacht van mensen in 20% van de gevallen verkeerd klassificeren. En nog belangrijker, terwijl slechts 8% van de heteromannen geconfronteerd wordt met een verkeerd label, is het voor vrouwelijke gebruikers en de LHBTI-gemeenschap veel vaker tot 1/4 van de keren mis. Een groot probleem hierbij is dat die algoritmen in binair termen denken, man of vrouw.
als een simpel klassificatieprobleem. Maar de echte wereld is niet zo eenvoudig en binair. En zulke fouten zijn niet alleen vervelend en mogelijk pijnlijk voor de gebruikers. Ze versterken ook bestaande en schadelijke stereotypen. Kunt u zich voorstellen welke gevolgen dit kan hebben in de context van de gezondheidszorg? Vooroordelen in de gezondheidszorg kunnen leiden tot fatale gevolgen en dat is zeer zorgelijk. Nou, en in dit project willen wij allereerst een brug slaan tussen twee onderzoeksgebieden, dus de onderzoeksgebieden van mij en van Eduard. Want het is zo dat experts op het gebied van rechten en genderstudies vaak niet helemaal precies weten hoe die nieuwe technologieën helemaal werken. En juist onderzoekers die werken aan die AI-algoritmen, die zijn zich vaak niet bewust van de gevoeligheden rondom genderidentiteit en bestaande vooroordelen. Deze algoritmen kunnen aan de ene kant redden tot zorg geven, maar AI geeft ons ook een kans om het al samenleving beter te doen. En dat maakt ons heel optimistisch en enthousiast. Als we goed nadenken over de data die we onze algoritme geven, dan zouden we mogelijk een wereld kunnen creëren waarin AI-systemen eerlijker en exclusiever zijn dan wij zelf met onze inherente vooroordelen. Dankzij een subsidie kunnen de wetenschappers binnenkort aan de slag. In oktober start hun onderzoek. Nee! Ja, alle begin is moeilijk. Maar Marijn, wat is dit voor een dag? Dit is een heugelijke dag. Het is gewoon, vanaf nu kunnen deze plastic flesjes in deze automaat. Dat is verplicht vanaf nu af aan. Plastic flesjes kleiner dan een liter. 15 cent? 15 cent, ja. En dat gaat ervoor zorgen dus dat er veel minder van dit soort flesjes in de berm of in de gracht of in de rivieren of in zee terechtkomen. 75 miljoen komen hiervan per jaar in Nederland op de grond. 100.000 per dag. Nou ja, nu stukken minder. 90% minder. Er moest in jouw geval letterlijk heel wat water door de Rijn voordat dit erdoor was, hè? Ja, nee, het is een waanzinnig avontuur geweest. Natuurlijk afgelopen tijd met bedrijfsleven, directeuren die ik gesproken heb van supermarkten, ook van de Hoofdvliet. En tot en met Kamerleden en staatssecretaris. Dus ik ben trots. En aan de andere kant ook heel dankbaar, denk ik, voor alle mensen die me geholpen hebben om dit te bereiken. Zullen we kijken of het werkt? We gaan kijken of het werkt, ja. Als het goed is, staat er een statiegeldlogo op. Oh nee, heb ik nou de goede? Hier, daar gaat hij. Nee. Ik dacht toch dat hier het logo op stond. Nee, het is het verkeerde. Het is nog een oud flesje. Het is nog een oud flesje, ja. Ja, want er is een overgangsperiode, hè? Er is een overgangsperiode, ja. En dan zijn we er nog niet, hè? Want over een jaar volgen de blikjes. Precies, de blikjes komen hierna over anderhalf jaar. Dus dat is per 2023. Ja, eigenlijk 31 december 2022. Maar ja, in praktijk natuurlijk 1 januari 2023. Nou, daar gaat hij. Dit keer goed, hè, met het juiste logo. Dit is het logo. Dat is het logo. Dat zijn de flesjes die het staatsgeldautomaat wel inneemt. Nou, daar gaat hij. Op hoop van zegen. Hoppa, kassa. 15 cent. Ga je het doneren? Ja. Oké. Even kijken. Oh, kijk eens. Kan je... Oh, krijg alsnog de bon. Nou, ook dat werkt nog niet helemaal. Maar hier, de bon, 15 cent. Dit gaat voorkomen dat er tientallen miljoenen plastic flesjes op straat en in de berm en in de parken en in onze grachten terechtkomen. Begin van het jaar heeft Leiden in meerderheid gestemd tegen het vierde hockeyveld in het Roomburger Park. Maar de raad wil toch een oplossing voor hockey. Wat nu? Ja, dat is op zich een goede vraag van de raad. En de raad zal er ook een uitspraak over moeten doen. Want in het beleid, sportbeleid hebben we eerder opgenomen dat er ruimte moet komen voor hockey en voor rugby. De twee sporten die nu knelpunten ervaren. Alles wat natuurlijk uitgezocht is voor het plan wat het uiteindelijk een referendum is ingegaan. Dat is ook daarop gebaseerd. Maar nu weten we dat dat niet kan op de plek waar we dat hadden voorzien. En dat betekent dat we moeten kijken hoe dan wel. En daar is nu een notitie voor in voorbereiding. Met keuzes die de raad moet maken van wat doen we met deze vraag. Maar het geld dat bij dat plan hoorde,
Ja, dat zei we ook vanavond. Dat is ook niet meer. Is ook niet meer beschikbaar voor dat plan, want dat plan is er niet meer. Dus... Nee, dat klopt. Het geld, het plan gaat niet door. Dat is heel duidelijk door de stad uitgesproken en bevestigd door de gemeenteraad. In de vergadering is ook unaniem ook besloten om dit raadsvoorstel niet uit te gaan voeren. En dat betekent dat het geld teruggaat naar de algemene middelen. En inmiddels ook weer in de kaderbrief opnieuw is bestemd voor andere zaken. Dus, maar laat onverlet dat er natuurlijk een oplossing moet komen voor dat beleidsvraagstuk van meer ruimte voor hockey. Is er elders dan een ruimte voor hockey? Want je hoorde vanavond in de raad wel van ja, er waren in het verleden ook al andere opties, hè? Het Trigonterrein. Nou, er zijn in het verleden inderdaad dingen onderzocht. Het is niet natuurlijk voor niks dat we uiteindelijk weer bij het Roomburger Park uitkwamen. Hè. We zijn natuurlijk via het uiteindelijk een plan waarbij de hockey zou verhuizen naar de Vliet. Zijn we weer teruggekomen op verzoek van de raad bij de huidige locatie. Dat is nu ook door de gemeenteraad gezegd, nou, daar kan het ook niet. Dat betekent dat je op bestaand areaal zou moeten oplossen. En dan wordt het een soort schuifoperatie. Waar je moet kijken, waar zitten verenigingen nu? En ja, kunnen die eventueel verplaatst worden, zodat er ruimte ontstaat voor hockey? En ja, hoe dat er precies uit gaat zien, dat wil ik in die brief opschrijven. En nou, die komt er binnen nu en een paar weken ligt die er. Volgens mij heb ik het vanavond in de raadscommissie al gehoord. Korfbal ben er dan Aïde in. Roomburg tennis naar Trigonterrein. En dan via de hockeyveld alsnog in Roomburg. Nou ja, dat is een optie die door volgens mij de PvdA werd genoemd. Er is ooit wel eens onderzocht of dat past allemaal. Dat past het toch? Dat zijn we nu aan het checken. Maar kijk, het heeft voor mij geen zin om daar nu op te reageren. Want daar hebben we nou juist die notitie voor in voorbereiding. En staan daar dan straks meerdere opties in? Ja, je zou kunnen kiezen voor een hockeyveld elders in de stad. He, dus dan krijg je een soort, in de scholen termen noemen we dat een dislocatie of een satellietclub. Ja. Dat zou ook nog kunnen. Nou, de discussie over vuurwerk die komt regelmatig terug, ook vandaag weer. Krijgen we een vuurwerkverbod dit jaar? Nou, het zal wel geen algemeen vuurwerkverbod zijn. We zien dat in de gemeenteraad er een meerderheid is die richting algemeen vuurwerkverbod wil. Iedereen die wil dat stap voor stap die dat wil, die ziet wel in dat je dat niet in één keer kunt doen. Er is nog wel enige discussie over hoe snel wordt dat nou en hoe snel kan dat nou. En dat is eigenlijk ook wel goed dat je het over het einddoel eens bent en dat je eigenlijk heel praktisch kijkt naar welke snelheid is daarin haalbaar. Ik ben daarin iets voorzichtiger. Te zeggen, doe niet te veel te snel, want je moet het ook onder controle kunnen houden. En anders loopt het je uit de handen. Ja, want stap voor stap, dat traject was wel ingezet al, hè, een paar jaar geleden. Vorig jaar was een beetje een gek jaar, want toen gold er eigenlijk een algemeen vuurwerkverbod vanwege corona. Maar dat was niet zo goed nageleefd. Nou ja, het heeft tot veel minder slachtoffers geleid. Dus er zijn wel heel veel positieve ervaringen. Maar er werd toch, ondanks het feit dat er een algeheel verbod was, heel veel vuurwerk afgestoken. Dat wijst op twee dingen. Namelijk dat een heleboel mensen dat nog niet accepteren, het geval is, dat verbod. En ten tweede, dat men de weg naar het illegaal vuurwerk veel makkelijker heeft gevonden dan voor die tijd. Dus dat zijn twee dingen waar je best wel van mag schrikken. En persoonlijk ben ik van mening dat het handiger is om het vuurwerkverbod dat wij in 2019 voor de binnenstad hebben afgekondigd, dat nog een keer als basisregel te hanteren en dan voor te zorgen dat die binnenstad ook echt vuurwerkvrij is. Om van daaruit te werken naar een volgende stap. Nou, en de discussie gaat er nu over of die volgende stap niet dit jaar al moet. Vind ik een overzichtelijke discussie, maar wel goed dat die gevoerd wordt. Alleen de binnenstad dit jaar doen, maar dan strenger handhaven en erop toezien dat het wordt nageleefd. Dat is uw volgende stap eigenlijk? Dat zou de volgende stap zijn in de wetenschap dat ook landelijk waarschijnlijk wel de maatregelen toe zullen leiden dat minder vuurwerk is toegestaan dan vroeger. In 2019, toen bleek na de jaarwisseling eigenlijk dat een heleboel mensen die de Nederlandse taal niet machtig waren, geen idee hadden dat er zo'n verbod was. Dat klopt. En dat is ook een van de dingen die je dan zou moeten verbeteren als het gaat om de communicatie in andere talen. En ook nadenken, hoe bereik je die mensen dan? Want alleen maar iets in een andere taal doen, dan heb je ze nog niet meer bereikt. Dus dat is nog wel een extra uitdaging. Want sommige mensen wonen pas heel kort dan in Nederland en je moet ze toch bereiken.
is een succesvolle jaarwisseling met minder vuurwerk in de binnenstad dan reden om het jaar daarna helemaal vuurwerkvrij te gaan inleiden? In ieder geval een volgend deel van de stad. Wijk voor wijk of zo? Wijk voor wijk.